Zak. Dat is niet gek. Oh, dat is wiet voor profit. Ja, nee, joh. Jawel, man. Jawel, hoor. Zo. What the fuck. We vinden gewoon een dubbelloop shotgun, hè, jongens. Goedemorgen, politie. Je spreekt wat kan ik voor u doen? In deze video ga ik samen met de jongens van Watch Dutch en Govert Zweep magneet vissen. We gingen op zoek naar een oud vuurwapen en die vonden wij. We vonden ook nog een kluis met veel waardevolle spullen erin. En dat ga jij zien in deze video. Daar aan die stok zit hij vast. Oké. De shotgun waar wij naar op zoek gaan wordt in het Nederlands een afgezaagd jachtgeweer genoemd. Vooral criminelen en verzetstrijders maken vaak gebruik van dit wapen, omdat ze makkelijk te verbergen zijn en op een korte afstand dodelijker zijn dan een pistool. Eén schot van dit wapen binnen een afstand van 5 meter is bijna altijd dodelijk. En als we hem hebben gevonden, dan gaan we dat gewoon melden aan de politie. Want ja, zulke overblijfselen mogen hier natuurlijk niet blijven liggen. Ja, ik heb hier een grote prikstok met een magneet eraan, zoals je ziet. Kun je hem zien? Jawel, hè? Ja, zeker. Hij zit wel een beetje onder al die viezigheid die hierin zit. Maar het schijnt dat de shotgun dus hier onder de boom ligt. Ik ben benieuwd. We zijn al zeg, lekker prikken, ja, hoor. We zijn al wel trouwens een half uur aan het zoeken, hè. Dus. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ja? Ja, ik zweer het, ik heb hem. Hier, kom met dat ding. Ik heb hem. Voel maar. Ja. Ik zweer het, voel maar. Dat is hem. Nee, toch? Jawel, man. Nee, hier, kom. Sven is gelijk heel enthousiast en denkt dat hij de shotgun gevonden heeft. Echt? Ja, je maakt ons nu wel heel... Oh, kut. Ik zie het al. Kijk maar waar ik aan zit. Dat is een tak. Ja. Ah! Fuck! Ja, je hebt professionals en je hebt Sven. Ja, wij gaan ook alles kwijt. Nou, ik ben dus met de jongens van Watch Dutch. En ik ben benieuwd, wat is eigenlijk het gekste of het vetste wat jullie ooit hebben gevonden? Ja, wat niet? De Klasnikov was een gave vondst. Helmen, pistool, zijn pistool vond ik een mooie vondst. Wat hebben we nog meer? Die AK-47 inderdaad. Dat zijn allemaal, maar alles uit een speciaal moment van de dag. Maar hoe kom je bij al dit soort plekken? Gooi je gewoon die magneet ergens in en je ziet het wel? Of? We gaan gewoon proberen en we kijken naar wat we vinden. Bijvoorbeeld bij die brug hebben we kogels gevonden en dingetjes. Verder op kluizen, maar dat hou je in je hoofd bij. En dan denk je, nou, we gaan eens een keer bij dit bedrijfje. En na een half uur gezocht te hebben, trok Govert ineens met de magneetstok de shotgun uit het water. Ja, mannen! Je hebt hem gevonden! Mannen. Zo joh! Leuk. Zo! What the fuck? Govert, ik wist dat die vet zou zijn, maar dit is echt... Wat? Wat? Kijk eens joh! Maar hij ziet er nog mooi uit! Ja, fucking vet! Kijk eens! We vinden gewoon een dubbelloop shotgun, hè jongens? Nadat Govert de shotgun had gevonden, besloten we eigenlijk direct om de politie te bellen. Goedemorgen politie, je spreekt met... Wat kan ik voor u doen? Goedemorgen, u spreekt met Jermijnema. Ik ben aan het magneetvissen bij het Houtmanpad en ik heb een vuurwapen gevonden. Oh, dat is niet zo mooi. Dus daarom bel ik even de politie. Ja, dat kan ik me iets van voorstellen, meneer. Wat is je postcode en uw huisnummer? 20. Die heeft verbliep. En uw achternaam? Mijnema, met EI. En uw voorletters? JH. Melder, wacht, de collega's. Op. Ik vraag of de collega's uw kant op willen komen. Bedankt voor het doorgeven. Kijk, super, geen dank. Hoi. Omdat we nu op de politie moeten wachten, gaan we in de tussentijd nog eventjes deze paar keer heen en weer gooien. Ik ben benieuwd of we nog andere dingen vinden. Niet op die ene daarachter, hè? Nee. Bizar eigenlijk hoeveel er gewoon in Nederland door de sloten, rivieren, vijvers, meren ligt. Hop! Kijk eens! Een tang! Een tang!
Maar ik vraag me af, hè, zijn er dan gewoon mensen die hier langs lopen en die dan denken, oh, die tang heb ik niet meer nodig, die gooi ik gewoon hierin. Ik vraag me echt af. Mijn hondje was echt hier onder mij. Zo. Hij wilde er echt in, hè? Hé jongens, kijk eens. Ja, dit is een kist. Hé, dat is wel wat. Dit is serieus of wat? Dit is een kist, man. Dit is best wel iets lijfjes, hoor. Yo, ik heb een kalf gemaakt. Yo, wat zit er? Wow. Wow. Huh? Wat is dit erin? Oké, dit is vet. Sven haalt even een kist hier uit de sloot. Je kunt hem open doen. Er zitten allerlei zakken in. Papieren in. Yo, wat de fuck is dit? Stop. Hey, dit kan best oud zijn, hoor. Rabobank. Zijn dit oude archieven of zo? Kom op. Nou, ik denk dat het heel oud het is. Zo, maar dit is oud, hoor. Kijk eens hoe er staat hier Rabobank op. Kijk eens hoe oud het logo is, joh. Noordwijkerhout. Noordwijkerhout, ja. Nog meer in. Jeetje, allemaal pasjes van de maker, allemaal verknipte pasjes, zie je dat? Allemaal verknipte pasjes, ja. Kun je dit ook nog schoonmaken natuurlijk? Niet kijken. Wat staat hier? Kan je nog lezen? Kan hier, als je hier door het plastic nog een beetje kijkt, kan je iets lezen. Maar ik denk dat dit heel oud is. Nee, ik kan niks lezen, man. En net na de vondst van dit kistje arriveerde de politie. Ja, hij zit op daar aan die stok zit hij vast. Oké. Okay. We hebben een collega die is onderweg. Hi. Is onderweg. En hij is deskundig op dit gebied, dus hij gaat hem op de juiste wijze veilig stellen. En waar hebben jullie precies gevonden? Dat, die, hier. Deze? Hier onder die boom. Onder die boom. Waar is hij? Hier. Hij zit aan de stok. Ja, hij zit aan de stok. Moet jij hem eruit halen? Ik kan hem niet zomaar aftrekken, moet je echt met je voet erop gaan staan. Ja. Dat is een goed idee. Ja. Zo, die is af. Die is af, ja. Het vuurwapen werd in een zak gedaan en meegenomen naar het politiebureau voor verdere onderzoek. Jongens, hij is er ook. En we gaan de baan. Tot veel plezier nog. De volgende shotgun. Doei doei. Heb je wat? Yo. Wat is het? Wat is het? Een kluis. Een kluis. Even een kluis. Hey. Ja man. Wow! Oh, what the fuck? Marco trekt er zo'n kluis uit, jongen. Oké, nu wordt het gestoorder en gestoorder. Nou, lekker Sven, die gaat goed vandaag. Nou, doe even je handschoenen, doe even deze open. Moet ik hem omhoog drukken? Kijk even je handen, want je moet niet snijden. Wow, joh. Lukt dat? Voet erop. Ja. We maken hem open. Pas op voor lukt je vingers, het is allemaal heel scherp. Lukt ie? Wat zit er allemaal in, gast? Ik wil even kijken of ik nog een beetje voorzien. Oh, hierachter zit hij ook vast. Ja, denk ik. Ja, hij zit erachter vast. Nee, daar, hier. Zie je hem? Zo zit het daar lang met die twee, hè? Ja, wel. Dat zal erin zitten. Wat zit er allemaal in, joh? Zo, joh. Tandenborstel. Komt de spuit uit. Komt wow, uit. Wow! Kijk dan. Yo. Wat? Nou, geluksdagje, jongens. Nou, we hebben juwelen. Ik weet niet wat dat pak ernaast is, maar het ziet er een beetje uit als... Het is het. Nee, dat is gewoon zaad of zo. We hebben allemaal rare juweeltjes weer. Ja, tandenborstel. Ja, nou, dan ga je tandenborstel. Nou, tandenborstel, hier allerlei juwelen zoals jullie kunnen zien. Kijk eens, Hak. Doe jij met je handschoen aan. Wat zit erin? Ja, er zit zaad in ofzo, man. Wat zit erin? En nog een zak met wiet, gek. Oh, dat is wiet voor ja, nee, joh. Oh. Jawel, man. Jawel, hoor. Echt? Ja, ruik het aan. Maar nat. Dat is volgens mij wiet, hoor. Ja, nat. Ja, echt wel. Ja, kijk maar. Ik ga niet ruiken. Ik durf niet te ruiken. Ga jij eens ruiken? Ja, dat is duidelijk wiet. Ja. Dat is duidelijk wiet. Ja, zeker. Nee, joh. Is het wiet ook nog wat? Nou, zoals jullie hebben gezien is de politie gekomen, de shotgun is netjes afgevoerd. Ik wil de jongens van Watch Dus bedanken dat wij mee mochten, want zo'n vondst ga je niet vaak meemaken. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe zeker dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en check zeker de boys van Watch Dus en Govertzweep, maar die kennen jullie wel, want die gaat altijd met mij mee bijna. En dan zie ik jou weer bij een nieuwe video.
Later. Auto! Hey. Subscribe nu en get excited! Je zit in mijn gebied, ga weg! Hey, spijker. Jij hebt wel een beetje geluk. Jij hebt een beetje geluk. Hoezo? Kijk wat jij allemaal hebt gepist.